Goedenavond iedereen. Welkom op de nabeschouwing na de wedstrijd Waasland-Beveren tegen Sint-Truiden. De wedstrijd geëindigd op 3-1 in het voordeel van de thuisploeg. Bij ons uiteraard traditiegetrouw de twee coaches. En ik ben heel erg benieuwd naar hun analyse van deze wedstrijd. Ik ga beginnen met de bezoekende coach, meneer Droek. Goedenavond. Welkom op de Freetiel. Uw analyse naar deze 3-1 nederlaag graag. Ja. Ten eerste proficiat aan Waasland-Beveren met de overwinning. Ik denk dat we niet tevreden mogen zijn over de manier waarop wij zijn begonnen deze wedstrijd. We vrij snel 2-0 achterkomen met twee vermijdbare doelpunten. Dat zijn fouten die op dit niveau worden afgestraft. Na de 2-0 denk ik dat we een goede reactie tonen om de directe aansluitingstreffer te maken. En toch de mogelijkheid om misschien nog gevaarlijker naar voren toe te zijn. En misschien de aansluitingstreffer of de gelijkmaker te maken. Maar 2-1 met de rust gaat de rust in. In de tweede helft komen we eruit met goede intenties. Ik denk dat de wedstrijd beide kanten goed opgaat, maar dan komt er een fase natuurlijk veel invloed heeft over de wedstrijd. Door de strafschopfase? Ja, de strafschopfase, de videoref, is ons dit seizoen nog niet in goed gezind geweest. Ik ga er niet over discussiëren, omdat het is gebeurd. Ik had dat meer over de analisten, die zullen hun werk wel doen. Maar dan wordt het 3-1 en dan weet je dat het moeilijk wordt. Maar ondanks dat krijgen we nog een goede kans om een aansluitingstreffer te maken, om 3-2 te. En dan weet je dat je nog een moeilijke wedstrijd kunt maken voor Waasland-Bever. Maar die kansen maken we niet af. En dat is misschien het verhaal van de laatste weken bij ons, dat we de kansen niet afmaken die we krijgen. Of de momenten dat we gevaarlijk kunnen zijn, niet nauwkeurig genoeg zijn. Daar moeten we zeker de komende weken aan werken. Maar ik kan alleen maar zeggen dat het spijtig vind dat we de wedstrijd zo zijn begonnen. En aan de andere kant is het misschien goed dat er dinsdag terug een wedstrijd is, waarop dat we terug de reactie kunnen tonen. Oké, dankjewel. Ik ga onmiddellijk naar de winnende coach, Sven Vermant. Ja, dit is wel een lekkere binnenkomer als debuterende coach op de Freetiel. Ja, dat is inderdaad leuk om te beginnen. Ik denk 2 weken is sowieso niet zo lang om voor te bereiden naar je eerste wedstrijd als nieuwe coach. Maar ik heb al een groep die eigenlijk heel bereidwillig is om te werken en ook om zaken uit te voeren. En daardoor ben ik ook heel tevreden met de dingen die ik vandaag al gezien heb. Op korte termijn, als het gaat over georganiseerd zijn en de juiste kansen uitspelen. Want als je denk ik de totaliteit van de kansen bekijkt, hadden wij gerust ook nog wat meer mogen scoren. Doelpunt tegen vond ik, eerste helft, komt 2-0 voor. En dan valt de 2-1 eigenlijk net iets te makkelijk op voorzet. Dus dat zijn dingen die er nog wel te verbeteren zijn. Maar uiteraard ben ik als coach heel tevreden om zo te kunnen starten. Ja, in het algemeen was het spel of de spelstijl vergelijkbaar met dat onder Clément, de vorige coach. Maar ik hoorde toch wel een speler daarnet zeggen van ja, de nieuwe coach legt wel nieuwe accenten. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, ik kan niet zeggen welke accenten dat Filip. Ik kan enkel maar zeggen hoe ik werk. Dus ik wil trachten zo dominant mogelijk te zijn in balbezit als in balverlies. Dat betekent dat je eigenlijk wel genoeg druk vooruit zet. Kost ook wel heel wat energie om dat te kunnen doen. En uiteraard ook met snelle omschakelingen naar twee kanten. Dus ik denk dat daar een aantal momenten geweest zijn waarop dat we onze kansen ook uitspelen. Dat we op het moment dat er balverlies is van Sint-Truiden, dat we eigenlijk heel snel omschakelen en eigenlijk dat heel efficiënt ook doen. Enkel de bekroning van nog meer doelpunten, die blijft dan even uit. Ja, de fase met de videoref, hoe heb jij deze ingeschat? Wist jij het onmiddellijk? Dit was penalty? Nee, ik kon dat eigenlijk niet goed genoeg zien. Je ziet wel een beweging. Is het een echte armbeweging, ja of nee? Wordt die geraakt met de arm? Dat kon ik van het perspectief waar ik stond niet direct beoordelen. Het spel ging dan ook door, dus ik heb me eigenlijk direct gefocust op doorspelen. En op het moment dat de bal dan buiten was, is de scheids naar de tv gegaan om te gaan kijken. Dus dat is hoe dat ik het gezien heb. Ja. Wat mij ook opviel, de supporters, ja, ze hebben jou onmiddellijk in de armen gesloten. Figuurlijk dan, na de wedstrijd, ja, scandeerden ze jouw naam. Dat doet deugd, vermoed ik. Ja, doet zeker deugd. Je kijkt er voor een stuk ook naar uit. Naar een debuut, naar een eerste wedstrijd. Maar dat is en blijft ook 1 wedstrijd. Dus ik ben absoluut tevreden met hoe dat we gespeeld hebben en 3 punten gepakt hebben.
Maar dat is voor mij nog maar het begin van het werk. Ja, tot slot, ben je nu blij dat het woensdag opnieuw match is? Of heb je toch liever nog een weekje extra gehad? Je kunt niet anders. Je hebt de wedstrijden kort achter elkaar. Dus het is nu focus op woensdag. En that's it. Ja, oké. Okay. Niet verder dan dat. Ik kijk er op basis van deze wedstrijd gezien heel hard naar uit. Gezien of je Saint-Germant en de rest van Waasland Beveren opnieuw kan bevestigen. Van harte gefeliciteerd met deze mooie overwinning in jouw eerste wedstrijd op de Freetiel Saint-Germant.